Zaterdag 17 mei vierde de speeltuinvereniging Dwiek het feit dat ze 50 jaar bestond. De heer Henk van der Elzen, schrijvende voorzitter, dankte alle mensen die ertoe bijgedragen hadden dat de speeltuin kon worden tot wat nu is. Fantastisch wat deze mensen allemaal doen en dat het gehele jaar door. De speeltuin mag gezien worden. Ook het jubileumcomité en bestuur heeft veel werk verzet om tot een prachtig programma te komen voor vandaag. Na de heer Van der Elzen kreeg burgemeester Van Zomer het woord. Hij had de uitnodiging al op tijd ontvangen en was blij hier aanwezig te kunnen zijn. Vandaag, ik noemde het net al, is het 17 mei. En de uitnodiging die had ik binnen op 10 juli 2013. En zeg dan maar eens nee. Tijd genoeg. Toen al wist u dat het hier vandaag feest zou zijn. En nu weten we dat we hier om 10:30 's morgens aan het begin staan van een dag vol met activiteiten. En die al met al duurt tot maar liefst 1:08 vanavond volgens het officiële programma. Ja, en hoe het verder loopt, dat weet ik niet. Maar de burgemeester vroeg Jan en Aart van Doren naar voren en had voor mevrouw Aart van Doren een verrassing in petto. En dat is uw meedelen dat tot mijn vreugde en gelet op de aard, de duur, de uitstraling en betekenis van uw activiteiten, het zijn de majesteit de koning heeft behaagd mevrouw Aartje van Doren Verspuij in navolging van haar man te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. En graag wil ik u nu de onderscheiding uitreiken. Al is de vraag waar. Ik zag naar boven doen. Tot we misselijk van de draaien en de limonade zijn. Heel de dag is het dan feest. Namens de NUZO, de Nederlandse organisatie van speeltuinen, werd aan Henk van Elzen en Jan van Doren de hoogste onderscheiding uitgereikt.